je weer kijkt naar een nieuw knutselidee van Kinderworkshops Petra in Dongen. Ja, en wat gaan we vandaag doen? We gaan een spelletje maken. Nou, een spelletje, de ouderwetse draaitol, een klein tolletje gaan we maken van een limonadedop. Gewoon, zo, hij valt. Gewoon het dopje van een limonadefles halen en daar gaan we mee aan de slag. En wat heb je er verder nog voor nodig? Kijk maar mee. Dit heb je er nog verder voor nodig. Natuurlijk het limonadedopje. Gewoon een simpel dopje. Een wattenstaafje. Schaar. Papier. Potlood. Een plakbandrolletje, maar dat mag ook iets anders zijn. Het gaat er gewoon om dat het rondje groter is dan het limonadedopje. Een naald. Papier. Ik gebruik een boormachientje, maar je kan het eventueel ook met het puntje van de schaar of iets heel scherps, als je maar door het limonadedopje kan. Wat stiften en een lijmpistool. Ja, ik heb hier naast nog een blok hout liggen, maar dat gebruik ik puur voor het boren. Dus als je geen boormachine gebruikt, heb je dat ook niet nodig. Nou, die zetten we heel eventjes hier aan de kant. Lijmpistool ook. Hier hebben we het voorbeeld. We gaan nou wel een andere tekening maken. Die gaat ook aan de kant. Want ik ga eerst beginnen met het gaatje te boren in het limonadedopje. En dat doe ik door in het midden. Ongeveer. Zo. Voorzichtig. Hier moet je dus wel de hulp van papa of mama inschakelen. Kijk, ik ben er al doorheen, zoals je ziet. Huppelagee, die mag weer aan de kant. Het blok ook, papier komt dadelijk. Want nu ga ik het heel eventjes wat groter maken. Door het plastic eraf te halen, een iets dikkere naald te pakken. En, doe ik wel even aan deze kant, er doorheen te gaan. Ja, zo. Want nou komt het oor, of het oordipje, het wattenstaafje. Daar knip je één uiteinde van af. Zo, die heb je niet nodig. Die kan bij het afval. Beetje dichtknijpen, dat die mooi rond blijft. Die stop je in het gaatje. Het moet passen. Ik ga nog eventjes wat dikker maken. Zo. Misschien dat hij nou beter gaat. Ja. Dat hij stroef gaat is niet erg. Is alleen maar goed. En die druk je door tot het wattengedeelte. Nou, die leggen we even opzij. Want de naald ook. Die hebben we zo nodig. Nou gaan we dus het rondje maken. Nou, ik heb hier al het voorbeeld uitgehaald van deze tol. Die doe je gewoon, of die leg je op het papier. Je tekent, of je, ja, je trekt hem om, zeg maar, om het buitenste gedeelte. Zo. En dat ga je inkleuren. Nou, deze tol die heb ik ingekleurd gewoon met wat cirkeltjes. Nou lijkt het me leuk om eens even kijken. De groene kleur. Zo. Maken we een slang naar het midden. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Eens even kijken. Daar. En die geven we wat extra stipjes. En misschien geeft dat een leuk effect. Zo. Ik zal het zo wat dichterbij laten zien. Helemaal naar het midden toe. Ik zal hem laten zien. Kijk.
gewoon wat stipjes op het slangending. En die knip ik uit. Doe ik eerst door een vierkantje, want dat knipt iets makkelijker. Gewoon het rondje. Je mag eventueel nog de cirkel, dus het rondje zelf, ook omtrekken als je dat wil. Gewoon een tekening erop zetten die jij mooi vindt. En die een leuk effect geeft bij het ronddraaien. Zo. Oké, hier in het midden prik je ook een gaatje. Oh. Nou, even kijken. Ik weet niet of dat ik ongeveer het midden heb. Ja, zo. Dan ga je ook even door met je ding. En dan eventjes uitproberen. Ja, die past. En dan komt nu het lijmpistool. Je kan hem eventueel nog vullen, als je dat wil, met klei of met lijm of rijstkorrels. Ik doe het zonder, want mijn is het met die ook gelukt. Dat zal ik je dadelijk laten zien. Zo. En dan doe je op het randje. Doe je de lijm. Hup. Aan de kant. Het rondje erop. En plak hem maar. Zo. Hup. Nou, die zit vast. En dan gaan we nu kijken of dat hij het doet. Oh. 1, 2. Hey. Kijk eens. Dan zal ik ook jullie die andere laten zien. Oh, wacht even. Zo zie je maar. Nou, geweldig toch? Hup. Zo. Nou, zo zie je maar dat je hele leuke speeltjes, gewoon met simpele huis-, tuin- en keukenspulletjes kunt maken. Daar hoef je echt niet. Ja, je mag natuurlijk altijd naar de speelgoedwinkel. Maar dit is zo makkelijk te maken en heb je het grootste plezier mee. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik zou zeggen like, reageer en abonneer. En ik zie jullie een volgende keer. Doei doei!